Het was een zo mooi vooruitzicht voor trainers en spelers. Op naar het zonnige en warme Marbella, een oefenwedstrijd tegen Club Brugge. Maar helaas door omstandigheden werd het een koud Varkenoord en een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Marino Pušić stuurt de volgende elf namen het veld in. Op doel Justin Bijlo, de verdediging van links naar rechts. Malasia, Geertruida, Trauner en Pedersen. Het middenveld bestaat uit Uisnes, Til en Kuksu. En voorin vinden we van links naar rechts Nelson, Linssen en Jahan Baks. En al vroeg in de wedstrijd is het Feyenoord dat probeert om de openingstreffer te maken. Met Malasia die op de been blijft, Uisnes, Kuksu goed gevonden. Dan het schot met links, dat wordt gekraakt. Ook het schot van Linssen gaat niet richting goal. En met een gelukje dan Til. Maar daar is Kostas Lamproe op zijn post. Weet Til van het score af te houden. En zo wordt dit cadeautje dat Feyenoord kreeg van PEC Zwolle niet uitgepakt door Guus Til. En amper van de schrik bekomen mag de achterhoede van PEC Zwolle gelijk weer aan de bak. De druk van Feyenoord is hoog. Met Til en Jahan Baks. Voets weet dan geen uitweg meer. Rost die bal maar naar voren. Dan weet PEC hem nog heel eventjes in bezit te houden. Maar Geertruida met de verovering. En Kuksu die de bal oppikt. Kuksu zoekt dan Linssen. Krijgt hem terug. En haalt dan bekeken uit. Voor de 1 tegen 0. Lamproe aan de grond genageld. En zo makkelijk kan het dus zijn. Een 1-2'tje met je spits opzoeken. En dan vervolgens heel bekeken linksonder. 1-0 voor Feyenoord. PEC Zwolle dan op jacht naar de gelijkmaker. En die moet dan hier gaan komen van de voet van Mees de Wit. Maar Justin Bijlo en Pedersen gebroederlijk lossen dat op. En zorgen ervoor dat Zwolle niet in de buurt van de goal komt. Komen ze nu wel met een vrije trap niet veel later na een overtreding van Kuksu. Yuta Nakayama achter de bal. En de rug van Kuksu zorgt ervoor dat Bijlo op het verkeerde been staat. En dan valt die bal uiteindelijk zo pardoes achter de Feyenoord-doelman. 1-1. En dan Feyenoord gelijk weer op zoek naar die voorsprong. Linssen met een bal die precies past op Pedersen. Die rusht dan aan die rechterkant er voorbij. Klein gelukje krijgt hij hem mee. Kan de bal bij Kuksu komen? Ja, houdt hem in bezit. Sterk en dan ook heel sterk afgerond van Orkun Kuksu. Maakt zijn tweede van de ochtend. En zo Feyenoord weer terug op voorsprong. 1-2. En wederom een goed schot van de Turks International. En geen kans voor Lamproe. De Rotterdamse honger naar een goal is nog niet gestild. Nelson weet de bal bij Jahan Baks te krijgen. Neemt goed mee, kapt goed uit. Ja, en dan duurt het allemaal iets te lang voordat de Iraniër uit kan halen. Dan komt PEC Zwolle daar goed weg. Veel ruimte voor Jahan Baks daar aan die rechterkant. En na een uur is het tijd voor de jeugd. Waaronder Ömer Gündüz en ook Delano Ladan. En diezelfde Ladan kopt hier op doel. Zijn eerste poging is nog niet heel succesvol. Maar dan is PEC Zwolle slordig in de opbouw. Pikt Jens Toornstra op. Via gelukje komt de bal dan weer terug bij Toornstra. De voorzet met links is goed. En daar komt dan Ladan. Geen driemaal, maar tweemaal scheepsrecht. Ladan met zijn eerste treffer voor Feyenoord. Die mag er wezen. De voorzet is goed. En dan is het afronden misschien nog wel knapper. Vanuit de stuit in de lange hoek langs doelman Houtmeijer. Feyenoord op het 3-1 voorsprong. PEC Zwolle dan naastig op jacht naar de aansluitingstreffer. Dean Huiberts komt voorbij zijn man. Maar haalt dan uit op de paal. Dan kan Ovir Marciano opgelucht ademhalen. Feyenoord lijkt dan nog niet uitgescoord. Hier is het nou van Bannis. Die denkt ook zelf te gaan scoren. Een oplettende kijker zag het al. De vlag ging omhoog buiten spel. En dus kon hij zijn stempel nog niet drukken op de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Hier doet Bannis dat dan beter. Omspeelt Raf van den Berg. Kan er dan vandoor. Ziet dat Naujox is meegelopen. Geeft hem op tijd mee. Naujox voor de 4-1. Nee, Houtmeijer op zijn pad. Maar hij had toch wel moeten zitten. 1-1 met de doelman. En daar komt PEC Zwolle dan goed weg. PEC Zwolle gaat dan in de absolute slotfase nog op zoek naar de ereteffer. De 3-2. Maar die komt er niet meer.
Feyenoord wint eenvoudig met 3-1 van de hekkensluiter in de Eredivisie. En gaat zo met een goed gevoel op pad richting die herstart van de Eredivisie volgende week.